Bonjour, mijn naam is Twan Vrastel. Ik geef Frans op het Gertrudis College 4 VMBO GTL. Ik ga jullie wat tips geven die je waarschijnlijk door een goed gemaakt Frans examen zullen leiden. Allereerst, zorg ervoor dat je fit en uitgerust bent. Niet gaan stappen de avond van tevoren, fit en uitgerust naar het examen. Komt-ie, tip 2. Zorg ervoor dat je voldoende hebt gegeten en gedronken. Geldt niet alleen voor het ontbijt, altijd doen natuurlijk, maar ook voor de lunch. Het vergt namelijk enorm veel energie om zo'n examen te maken en je zult er tegenaan moeten. Tip 3 is misschien wel het belangrijkste van allemaal. En dat is het feit dat je rustig moet proberen te blijven. Ik kan me voorstellen dat er mensen bij zijn die enigszins onder druk staan, maar je schiet er eigenlijk helemaal niets mee op, want het examen moet je toch zelf maken. Blijf rustig. Als je uit één vraagje niet komt, sla hem eventjes over. Blijf niet te lang bij een vraag steken. Sla hem over en als je tijd over hebt, dan ga je er terug naartoe. En als je het helemaal niet weet, doe dan pas de gok. Pas dan. Tot slot, natuurlijk, de voorbereiding op het examen is heel erg belangrijk. Blijf lezen, blijf woordjes herhalen, blijf oefenen, blijf trainen, maar blijf vooral aan de gang. Je hebt er zoveel profijt van als je hier veel mee hebt geoefend, dus de tip is gewoon, ga gewoon door en bereid je zo goed mogelijk voor. Ik wens jullie allemaal heel veel succes.